allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie het een en ander vertellen over het verfmerk Pure Original. We hebben dit nu al een tijdje in onze collectie, maar we merken dat we nog wel steeds veel dezelfde vragen krijgen. Zoals welke verfsoorten zijn er, hoe breng ik dit aan, wat voor kleuren kan ik laten mengen. Nog veel meer. En ik ga deze vragen vandaag voor jullie beantwoorden. En tevens ga ik ook jullie verschillende sfeerhoeken in de winkel laten zien, zodat jullie kunnen zien hoe de verf precies uitziet en wat voor kleuren er allemaal mogelijk zijn. Dus kijk gezellig mee! Ik zal beginnen met de meest bekende verf van Pure Original en dat is de Classico krijtverf. Dit is een zeer matte, egale, poederachtige verf die je makkelijk kunt aanbrengen op je wanden of op bijvoorbeeld meubels. Nadat je je meubel of wand hebt ontvet en misschien ervoor behandeld met een primer, dan kun je de Classico heel gemakkelijk opbrengen met een blokkwast of met een gewone kwast. Of met een roller, dat is echt helemaal welke uitstraling je het mooiste vindt. Dit gaat heel makkelijk, 1 of 2 lagen, ligt er ook een beetje aan wat de ondergrond is. En het zit er gewoon helemaal mooi op. De Marrakesh Wash van Pure Original is een betonhoekverf. Deze wat dikkere, stroperige verf breng je op met een blokwas nadat je de primer hebt opgebracht. En werk je vervolgens in met een spatel met ronde hoeken. En op deze manier creëer je dus zeg maar een beetje de betondoek met wat structuur erin. Het is heel makkelijk en heel leuk om te doen. En je kunt er helemaal je eigen ding van maken, omdat je zelf zeg maar, je kunt spatelen zoals je wil. Dus wat drukker of wat rustiger. Ja, elke muur is eigenlijk weer anders. In plaats van met een spatel kun je de Marrakesh Wash ook met een roller aanbrengen. Dit is een roller met een speciale print erop. Zoals hier achter mij een slangenprint. Of zoals ik deze in mijn hand heb, een giraffenprint. Maar we hebben ook een stenenprint, nog andere dierenprints. Noem maar op. Dit geeft een wat uniekere look aan je bad. En wij hebben hier ook al een video over gemaakt hoe je dit nou precies aanbrengt. Dus ben je daar benieuwd naar? Kijk dan vooral even op ons kanaal. De Fresco kalkverf van Pure Original is ook een matte en poederachtige verf. Maar door de hoeveelheid kalk die erin zit, komt er een soort van kleurverschil vrij. Zodra je hem opbrengt met de Fresco blokwas, zul je nog niet zoveel kleurverschil zien. Maar naarmate het gaat drogen, na een paar uur of soms zelfs een paar dagen, ga je echt het kleurverschil wel zien verschijnen. Je kan het dus op verschillende manieren aanbrengen. Wat meer streperig, dan krijg je een wat streperiger effect. Maar ook wat meer kriskras, zoals hier is gedaan, dan krijg je iets meer een betonlook, wolkachtig effect. Dus eigenlijk kun je ook weer helemaal je eigen muur ervoor maken. Zo, hoe je het opbrengt, zo komt het dus ook weer terug. Die Jetto is een verf van Pure Original die heel erg lijkt op de Classico zoals je ziet. Het heeft dezelfde poederige en matte uitstraling. Maar in tegenstelling tot de Classico en de Fresco en de Marrakesh Wash is de Jetto afwasbaar. Dit is dus omdat hij lakker in verwerkt zit en daardoor is hij heel geschikt voor achter keukens, in badkamers, nou ja, noem maar op, waar je ook maar een afwasbare verf nodig hebt. Zoek je een krasvaste verf die geschikt is voor trappen, keukens en dat soort dingen, dan is de Carrasso ideaal. De Carrasso is iets glimmerder dan de krijtverf of de Jetto, maar kan wel gebruikt worden op bijna alle ondergronden, waaronder bijvoorbeeld hout. En nou ja, zoals ik al zei, is het krasvast, dus het zal weinig aanpakken, ook in tegenstelling tot de Classico en dergelijke. En daarbij is het ook afwasbaar door de lak die erin verwerkt zit. De Pure and Original kleurcollectie bestaat uit meer dan 250 kleuren die allemaal gebaseerd zijn op natuurlijke pigmenten. Dit zorgt ervoor dat elke kleur heel goed tot zijn recht komt in elke ruimte en dat kleuren goed gecombineerd kunnen worden. Zoals jullie hier om me heen zien, hebben we alles ook op steltjes zitten, elke kleur. En deze kunnen eventueel mee naar huis genomen worden om het thuis even te bekijken of het goed bij de rest van de ruimte past. Elk seizoen komt Pure Original ook weer met een nieuwe kleurcollectie. Zo komen in de zomer weer wat meer lichtere en zomerse tinten. En in de winter komen weer wat warmere en donkere tinten. En deze worden dan toegevoegd aan de huidige kleurcollectie. Dus ja, er blijven telkens nieuwe kleuren bij komen. Maar mocht je het alsnog niet kunnen vinden, dan hebben we ook altijd RAL en Index kleuren die we hier voor u ter plekke kunnen mengen. De Classico, de Fresco en de Marrakesh Wash zijn van zichzelf niet afwasbaar.
Wil je deze verf nou wel afwasbaar maken, omdat je hem bijvoorbeeld in de badkamer of in de keuken wil gebruiken, kan ik aanraden om er een sealer overheen te doen. De Dead Flat Eco Sealer van Pure Original is zo goed als mat en die beschermt dus je verf goed tegen vuil en water. En anders heb ik ook een wax. Een wax maakt het iets meer glimmend. Dit kan bijvoorbeeld ook heel leuk zijn om de Marrakesh Walls iets dieper van kleur te maken en een kleine glans te geven. Het rendement van de verf hangt af van welke verfsoort je kiest en wat je ondergrond is. Hiernaast laat ik even een klein overzichtje zien van welke verf nou welk rendement heeft. Dit kan natuurlijk wel afhankelijk zijn van wat de ondergrond is. Een ondergrond die goed is behandeld met een primer, die zal wat minder zuigkracht hebben dan een ondergrond die niet is behandeld met een primer. Het kan soms lastig zijn om te kiezen welke kleur je precies in huis moet nemen. En daarom raad ik je heel erg aan om even op internet te zoeken op de verschillende kleuren die Pure Original aanbiedt. Vaak zijn er hele mooie sfeerfoto's van te vinden en kun je daar een beetje ideetjes op doen. Maar kon je er nou niet helemaal uitkomen? In onze showroom in Oldebroek hebben we ook overal hoeken met de verschillende kleuren aangebracht. En ook de verschillende verfstijlen. Dus Marrakesh, Classico, kalkverf, van alles. En op die manier kun je ook hier wat leuke inspiratie op doen. En mocht je er nou nog niet uitkomen, dan kunnen we eventueel ook een kleuradvies met je inplannen. En dan gaan we helemaal samen met je doornemen van nou, wat zijn je wensen en welke kleuren passen goed in je interieur. Alle verfsoorten van Pure Original zijn heel gebruiksvriendelijk en makkelijk om aan te brengen. Heel vaak krijgen we in de winkel de vraag of je het nou zelf moet doen of dat je schilder moet inhuren. En wij raden dus aan om het gewoon zelf te doen, zodat je ook helemaal je persoonlijke touch aan je muur kan geven. Bedankt voor het kijken en we zien je graag bij de volgende video.